Hallo allemaal, ik ga jullie vandaag leren om een sluiting juist te meten zodat je de formule juist kan toepassen en de halsband juist kan opzetten om dan de juiste lengte te bekomen. Dat was heel veel het woordje juist, maar we gaan eraan beginnen. Wat hebben we nodig? Een sluiting natuurlijk en een meetlint. Ik ga jullie de twee verschillende soorten sluitingen uitleggen, de buckles en de adapters. We gaan beginnen met de buckles. Het is de bedoeling dat we het meetlint aan de zijdes houden. Dus we gaan niet de gaatjes meten. We gaan ook niet langs het midden beginnen meten. We gaan langs de zijkanten meten. Hier zie je dat ik het telkens tegen de eerste zijkant hou met een 0. En dan meet. In deze zal het een 4,5 à 5 centimeter zijn bijvoorbeeld. En bij deze zal het een 4 centimeter worden zoals jullie zien. Dus daar is de maat 6, 5 en 4 centimeter. Bij de adapters moet je wel opletten. De adapters die kunnen van overal in België of de wereld komen. Iedereen maakt ze anders. Die van ons komen van bij Shop2Court. En daar zijn de afmetingen altijd hetzelfde. Dus het eerste gaatje zal altijd op 6 centimeter staan. Het tweede zal regelmatig op 8 staan. En de laatste op 9 à 10. Ik meet altijd met de gesp rond de adapter, omdat je anders toch weer een centimeter mist doordat die er niet op zou zitten. Je meet hier van het begin tot van de loop tot en met het gaatje dat jij nodig hebt. In dit geval zou het eerste gaatje dus 6 centimeter zijn. Bij deze adapter van 20 mm breed heb ik de gesp in het tweede gaatje gelaten. Hier zal het 8 centimeter zijn zoals jullie zien. Dus van het begin van de loop tot het gaatje dat je nodig hebt. En dan bij de 25 mm adapter heb ik het in het derde gaatje gestoken. En daar gaan we van het begin van de loop tot en met het derde gaatje meten. En dan komen we op een 9 cm uit. Dus zo meet je de correcte maat van een bepaalde sluiting. De formule voor de halsband goed op te zetten, die kan je in een ander filmpje terugzien. Maar voor nu is het enkel het meten van de sluiting. En als dat al lukt, dan ga je al heel ver komen met de formule en dan gaat het waarschijnlijk niet misgaan. Zo, heel fijn dat je gekeken hebt en misschien tot later. Dag!